Er inmiddels gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Dit zijn de Daily Minutes 8 november 2021. Dit is het bulletin van maandag. Daily Minutes, 8 november 2021. Dit is het bulletin van maandag. Het is niet zo heel goed te horen, maar ik ben niet goed bij stem. Dus ik hou het kort dit keer. Ik heb wat nieuwsberichten geselecteerd. Dat was ik van plan. En wat ik ga doen, ik wil ook een nieuwe serie gaan schrijven. Zoals ik in de afgelopen jaren vaak gedaan heb. Maar ik ben nog niet helemaal uit wat dat zou moeten worden. Als inspiratie, want dat werkt bij mij vaak wel zo. Begin ik vandaag met het heruitzenden van de serie over de historie van onze hobby. Ik heb die vaker uitgezonden, maar het is ook wel een beetje mijn favoriet. En ik weet dat er een aantal luisteraars zijn die de serie niet goed kennen. Niet in het geheel gehoord hebben, of in het geheel niet zelfs. Van meerdere mensen weet ik dat. Dus ik ga dat gewoon doen. En dan, als ik dit zo hoor, dan komt de inspiratie vanzelf al, denk ik. Suggesties voor onderwerpen, die kun je sturen aan het bekende korte mailadres. Ja, wie kent hem nog? xray-delta-victor.mikeecho xray-delta-victor.mikeecho En XTV is uiteraard hetzelfde als de repeater. Maar er staat Mike Echo achter. En regelmatig kom ik op sites en dan staat er: bedoelt u soms Bravo Echo? Nee, ik bedoel Mike Echo. jawel. Mijn ervaring op sites als AliExpress en Banggood.com. Dat zijn de twee waar ik echt veel ervaring heb. En eBay. En die ervaring is eigenlijk best goed. De producten uit China die zijn best wel behoorlijk. En bijvoorbeeld als je kijkt naar portofoons en andere zendontvangers, die voldoen meestal netjes aan de regels. Of ja, als je pech hebt, dan zit hij er net 1 of 2 dB onder. Maar dat hoeft niet zo'n punt te zijn, want kijk, het is zo dat die apparaten worden alleen gemeten met een correcte afsluiting. En die antennes die zijn ook niet 50 ohm, dus dat verslechtert de zaak ook. Dus die 1 of 2 dB, als je wat mazzel hebt met je antenne, dan voldoet het er beter aan dan een apparaat wat er wel aan voldoet. Dus dat is ja heel arbitrair. Maar goed, het hoort er wel aan te voldoen. Maar de spullen zijn doorgesteld netjes. Maar soms dan kom je dingen tegen die zijn uit fabeltjesland. Zo kreeg ik een mailtje van AliExpress vanavond. En daar stond in aangeboden de controller die ik laatst al een keer gekocht heb. Samen met een 300 watt zonnepaneel. Ik heb dat even uitgerekend, 300 watt. Waar zit je dan aan? Nou, als ik vlug reken. Je hebt toch wel een 27 ampère of zo. Bij 12 volt, klopt dat nou? Jawel, want even kijken, 10 keer is 120 watt. 220, ja hoor. 6, 27 ampère, iets in die buurt. Je kunt kiezen wat voor controle. Ze leveren er zelfs, als je wilt, een 60 ampère controle bij. Maar in het geval van 300 watt zou ik dat toch wel beperken tot 30. Even kijken. Is dat 30 ampère? Ja. Ja. Maar goed, vervolgens ging ik kijken. Toen dacht ik, dat is niet duur, €27. En het prijsverschil zit hem als je een controle wil met meer. Je kunt dat 60 ampère controle erbij bestellen. Maar ook eentje van 10 ampère, wat natuurlijk wel merkwaardig is. Want als het paneel 30 levert, waarom zou je dan een van 10 doen? Vervolgens naar de afmetingen gekeken. En dan kan ik dat zo snel niet vinden. 43 bij 20 centimeter. 300 watt? No way. Echt niet. Ja, maar goed. Ik heb dit vaker gezien bij zonnepanelen hoor. Het ziet er ook niet uit als de beste kwaliteit panelen. Maar het is wel polykristallijn. Vervolgens bij de reacties kijken. Nou weet je niet. Er komt een wet dat er geen niet kloppende reacties meer. En je mag ook niet meer zelf dingen. Dat wordt dan fraude. Maar goed, in ieder geval. De reacties zijn lovend uit allerlei landen. Zeer geschikt materiaal.
Doet wat het moet doen. Even kijken. Maar de watts zijn niet zo echt, schrijft iemand. Langzame lading. Dat is een vertaling. Een computervertaling. Iemand schrijft niet de 300 watt. Lage panelen. Niet praten over 300 watt, maar over 3 watt. Iemand anders die heeft het over 5 watt. En nog iemand die schrijft 10 watt. Ik denk inderdaad dat tussen de 5 en de 10 watt, dan kom je eerder in de buurt bij. Maar ze zetten een hele grote accu erbij op het plaatje van hoe je moet aansluiten. En dan kun je tegelijkertijd nog lampen laten branden ook terwijl die oplaadt. Nou, dat zijn wel kerstboomlampjes dan. Maar goed, de bedoeling is goed. Maar als je zonnepanelen kijkt, pak er even bij wat zou kunnen kloppen. En dan is dat toevallig een onderwerp waar ik wel een beetje vanaf weet. Maar ik heb bij andere producten zie je niet zoveel grote afwijkingen. Ja, in de amateurwereld komt het ook voor. Met name bij antennes wordt er nog wel eens opgeschept. En bijvoorbeeld een korte golfontvanger. Daar wordt regelmatig lovend gesproken over gevoeligheid. En het kan best wel zijn dat die fabrikanten beter weten dan ik hoe die apparatuur in de praktijk wordt gebruikt. Maar neem van mij aan, de gevoeligheid bij een HF-transceiver is niet het belangrijkste criterium. Dat is namelijk het groot signaalgedrag. Maar als jij de ding op een heel klein antennetje zet, waar er nauwelijks signaal uitkomt, ja, dan heb je die gevoeligheid wel nodig en niet het groot signaalgedrag zozeer. Dus ze gaan er kennelijk in de folder vanuit dat je een transceiver koopt van 3000 euro... die als een Ferrari is onder de Z-ontvangers, waarmee je serieus aan de X kunt meedoen. Nou, misschien betaal je dan nog wat meer. En dan gaan ze ervan uit dat jij een sprietje op het dak gaat neerzetten en dat je het belangrijk vindt dat de ontvanger daar dan ook wel goed op kan ontvangen. Dat is een fabel. Er zijn wel meer dingen in de specificaties. Het is heel moeilijk om een S-meter te maken die het volledige bereik aan S-punten aankan. Met name bij FM-apparaten, maar ook bij andere apparaten wel. En dus zijn de S-meters op de meters meestal 4,5 dB of zelfs nog iets minder, soms 3 dB. En niet de 6 dB die ze eigenlijk moeten zijn. Maar ja, als je ze allemaal 6 dB maakt, dan heb je aan de rechterkant van de meter niet genoeg ruimte over om 10, 20 en misschien meer dB nog aan te geven. Dat kan wel, maar dan moet je wel ook flinke kosten maken in het apparaat. En vooralsnog gebeurde dat vaak niet. Nou, tot zover dit stukje consumentenvoorlichting. Niet zoveel mensen kennen de 472 of de 476 kHz band. Nee, 475 of 472 zeggen ze. Eerder hadden we een ander stukje wat hoger zat in frequentie. Dat is later veranderd toen de internationale allocatie kwam. 630 meter. Het is niet zo ver bij 538 vandaan. Dat zei ik laatst, dacht ik al een keer. PIVRAZ heeft een artikel over portabel werken op 475 kHz. Onder portabel werken verstaan we meestal een batterijsetje en een stuk draad als antenne om daarmee verbindingen te maken. Maar dat kan ook grofstoffelijker. Deze amateur, Lima Alpha 6 November Charlie Alpha, parkeert een 100 watt, een 100 watt zender. Een 100 WS zender. Niet een 100 watt zender. Het is het type. En een Thorn EB ontvanger uit de Tweede Wereldoorlog op een meegebrachte tafel aan het strand. Om met een aan een vlieger opgelaten antenne verbindingen te maken op 630 meter 475 kHz. Interessant detail. Het is dezelfde vlieger die wij bij ons hadden om een halve golf van 160 meter op te hangen in Liechtenstein. Zo schrijft de schrijver. En dat is ongetwijfeld Frank PA3CNO. Het is wel leuk. Er zit een YouTube filmpje bij. Zit daar ook nog geluid bij? Nou, mijn geluid staat dicht. Of er is een koptelefoon aangesloten. Ik denk het laatste. Dat is een beetje lastig, want die koptelefoon is Bluetooth. En ik heb beide handen nodig om dat uit te schakelen. Dus geen geluid. Ja, verder is de nieuwe Rassies al even uit, die van november. Rassies is het leukste zelfbouwblad. Nee, dat is gewoon echt zo. Dat is het leukste zelfbouwblad wat er is. En het leuke is, het is gratis. Je kunt je ook aanmelden voor de mailinglijst. Dan krijg je een mailtje als er een nieuwe is. Modificatie QRP verversterker. Kerstdorp. Opa Vonk. Die heeft het over Ferritstaven. De LM723 voeding. Frank PA3CNO's blog. En het afdelingsnieuws van de afdeling Soetermeer. Waar het blad het clubblad van is. En hier zie ik Rassies voor me met een prachtige berghelling op de. Even kijken hoor.
Oh, dit is een versterkertje voor achter een QRP-setje. Kerstdorp, zoals inmiddels traditie, plaatsen we in november nummer iets wat je voor kerst kunt knutselen voor de kinderen. Opa Vonk en Pim. Opa Vonk vertelt over vroeger en hoe de techniek in die tijd was. Ik weet niet of het mooier was, maar misschien vindt opa Vonk dat wel. Ik lees het nooit heel erg, het is voor de jeugd. Maar het is toch leuk. Het is echt een leuk blad. Echt. Alle hulde voor Frank. En hij heeft een keer aangekondigd dat hij ermee zou stoppen. Voor mij krijgt hij er zelf spijt van. Ik mis de Daily Minutes ook als ik dat niet elke dag doe. Dus ik snap dat volledig. Eens even zien, wat hebben we nog meer? Speciale Nederlandse roepnamen voor december, januari. Op southgateARC.org staat er een artikel over special Dutch call signs for December and January. On the occasion of the Christmas season, Raymond, PD5DX en Wijnand, PD8DX en Ramona, PD9YL, will activate three special call signs, Papa Alpha 21 Xmas, Papa Delta 21 Santa en Papa Delta 22 H and Y, Happy New Year. The three stations will be active from December 1 to 2021 to January 31st, 2022, both on the HF bands and at 70 centimeters and 2 meters using FT4, FT8 and single sideband. Radio amateurs who work at least two of the three special stations are eligible for a certificate. See their QRZ.com page. At Papa Alpha 21 Xmas, Papa Alpha 21 X-ray, Mike Alpha Sierra. En is ook te zien op de site van de Veron. Even kijken hoor, de URL. Nou, het is weer, gewoon weer www.veron.nl. Is dat, is een hele rare URL bij. Ik zit me dan af te vragen, is dat een andere site? Maar het verwijst vast door. Nou, het verwijst niet door naar Veron.nl. Ik zal eens even kijken wat ik te zien krijg. Iaru Netherlands. Met een streepje, dat kan nooit een URL zijn. Zou er een punt tussen moeten? Nou word ik heel nieuwsgierig. Nee. Die URL klopt niet. www.veron.nl had er moeten staan. Ja, dan had ik op het chatkanaal nog een aantal frequenties gezet die het ISS gebruikt. Meestal is dat 145-800. Met als uplink 145-200, maar er zijn ook delen van de wereld waar 144-94 als uplink gebruikt wordt. Er zijn meerdere frequenties op 70 centimeter die gebruikt worden. Is Packet nog een frequentie voor? Nog UHF Simplex, zelden gebruikt, staat erbij. En daarnaast nog een aantal frequenties die de cosmonauten en astronauten zelf gebruiken. Nou, het zijn voor een deel wel, nee, er staan ook hoge frequenties bij. 121-125. 121.750 in AM, 130.176 ook in AM, 143.625 is heel bekend, 143.625 FM. Ze zitten gewoon met oude taximobielefoons, heb ik altijd het idee daar in het ISS. 166.000 in AM, daar zit ook, ja, voor mij is het al van oude satelliet als ik het zo zie, maar de Zarya-module, die is wel nieuw. Die zit op 632 MHz en op 634 MHz in AM. En de Zwefta telemetry, die zit op 628. Die andere was ook, telemetry. Die andere is 628 en 630. Dan zit er op 92276 CW, een baken. Op 2265, daar zit telemetrie. En op 15 GHz met een beetje zit nog een data downlink. Allemaal frequenties van het ISS. Is te vinden op de site issfanclub.eu. Dat is een bekende website over het ISS. Ik dacht van Russische makelij. Issfanclub.eu /ISS en dan dash frequencies. Issfanclub.eu ISS dash frequencies. En dash dat is een liggend streepje in het Dutch. Een Dutch dash. Een Dutch dash. Nou, mijn stem wil echt niet hoor. Dat gaat niet goed. Heb ik nou nog meer? Volgens mij niet. Dan ga ik, ja, ik hoorde het over die series, moet ik toch even uitleggen. Ik krijg altijd, ik praat al 15 minuten, wat lang. Ik krijg altijd veel inspiratie als ik naar eerdere uitzendingen luister. En met name, ik heb soms wel de rare eigenschap dat ik denk dat ik het helemaal niet kan. Hè. Maar ik ben niet onzeker.
Maar soms dan denk ik van, jemig, dan hoor ik iets van mezelf of ik lees iets van mezelf. Jemig, wat doe ik dat? Wat deed ik dat toen goed? Dat kan ik nu nooit meer. Maar ja, ik word natuurlijk gewoon steeds beter elk jaar. Je leert er elke keer weer wat bij in elk geval. Dus dat kan haast niet anders. Maar ik heb altijd zoiets van, ik kan dat niet, ik ben daar niet goed in. En dat is wel mooi. Want doordat je denkt dat je een underachiever bent, ga je dus extra je best doen. En dan denk ik, ja, ik wil dat niveau toch wel een beetje overstijgen. En dan word je dus nog beter. Dus het werkt wel productief in ieder geval. Maar ik heb het luisteren naar zo'n oude serie echt wel nodig. Ook om inspiratie voor een nieuwe serie te krijgen. En ik wil gewoon, ik heb geen idee wat ik zou willen doen. Ik wil niet een remake maken van de oude series. Dus wat wel kan is eventueel een vervolg van de oude serie. Maar die serie over de historie, die heb ik zo uitgemolken. Ik bedoel, dat zijn zoveel afleveringen, daar kan ik vast niks meer bij verzinnen. Misschien nog wel wat ik al ooit aangekondigd heb, is over geheime elektronica die serie. Dat ging over mensen die privédetectives zijn en mensen uit met name de inlichtingendiensten. En wat voor elektronica gebruiken die daar? En wat voor trucjes? Nou, daar is nog wel een hoop over te behandelen. Dus daar zit nog wel wat ruimte. Dus daar zou ik een serie 2 van kunnen maken. Ik heb al meer series gedaan over propagatie. Daar zou ook nog wat te bedenken zijn, want ik heb wel veel over korte golfpropagatie gedaan, maar nooit over VHF, UHF en hoger. Dus daar zit ook nog wel iets waar aandacht aan te besteden is. Ik zal dus onderzoeken, maar als iemand iets weet waar hij graag wat over wil horen, LoRa, is niet zoveel over dingen als PMR 446, maar het zou kunnen. 27 megahertz kan ook nog, de historie ervan, hoewel het in de serie over de historie van de hobby ook wel uitgebreid behandeld wordt, hoor, ook al in de eerste 20 afleveringen of zo. Dus wat ik nu ga doen, ik ga gewoon kijken hoe ver ik daarmee kom. Misschien dat ik niet de hele serie uitzend en alleen het begin. Er zitten een paar breakpoints in. Bijvoorbeeld waar ik overga van de historie naar het beschrijven van de merken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb erg veel plezier gehad aan het schrijven en het terugluisteren van bedrijven als Heatkit. Er zijn volgens mij nog wel wat bedrijven waar ik de historie niet diep genoeg heb uitgediept. Wat mijn favoriete stuk wel is, dat is het stuk over Fibroplex. Over de seinsleutels, de RSI af van alle letteren. Die toen optrad, de zogenaamde telegrafistenverlamming, zoals dat heette. Mijn moeder noemde dat een breistersarm. Als je heel veel breiwerk deed, dan krijg je dat ook. En tegenwoordig is het een muisarm. En repetitive stress syndrome. Maar in ieder geval, ik kom er dus nu. Tam, tadadam, tadada, 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 tadada. Ik ga ook eens bombastisch doen. Er is een van die podcasts, die heeft muziek ervoor zitten, waarvan ik vind, dat moet je niet doen. Want die muziek die stelt veel meer voor dan wat ze eigenlijk brengen. Dat is die, en dan ben ik de naam alweer vergeten, maar die podcast die een digester doet van RZ, van Southgate ARC.org. Ik heb slecht geslapen vannacht. En dan heb ik ook vaak last van mijn stem. Dus dat, ik ben niet superhelder, maar wel een beetje. Maar die heeft echt alsof hij het wereldnieuws brengt. En dan, op zich is het wel goed nieuws. En het wordt ook heel mooi gepresenteerd. Maar ik vind die muziek daar niet passend bij. Dus, maar goed, ik heb nu ook wel trompetgeschal. Want hier komt het eerste en het tweede deel van de serie over de historie van onze hobby. En ik verheug me daar echt zelf op om het weer een keer te horen. Ja, sorry voor degene die het al gehoord hebben. En nog meer sorry voor degene die het al 2 keer gehoord hebben. Om nog maar te zwijgen van. Daar komt hij. Vandaag het begin van de eerder aangekondigde serie over het begin en het vervolg van onze zendhobby. Waar komt die rare hobby van ons toch vandaan? En hoe en wanneer is het begonnen? Kortom, deel 1 van een serie over de geschiedenis van onze amateurhobby. Onze hobby begint in feite direct nadat radiogolven voor het eerst in een communicatiesysteem werden gebruikt. Er bestonden toen al een halve eeuw telegrafienetwerken, dus via draden. En gebruik van telefoonnetwerken kwam net op voor de eeuwwisseling van het jaar 1900. Heinrich Rudolf Hertz ontdekte de radiogolven in 1888. 2 jaar later was het Marconi die radiogolven voor het eerst in een communicatiesysteem gebruikte. De voorloper van het zendamateurisme waren waarschijnlijk hobbyisten die in de jaren 90 van de 19e eeuw eigen telegrafienetwerken via draden opzetten. Niet voor commerciële doelen, maar uitsluitend voor gebruik door meer dan 2 amateurs. Na het succes van Marconi en zijn radioverbinding begonnen meer mensen, ook particulieren, met deze uitvinding te experimenteren. Veel informatie was er destijds niet en zelfs de term radio was nog niet eens in gebruik. Men sprak van een hertziaanse golf.
Rond 1900 kwamen de eerste amateurtijdschriften op, zoals het blad Amateur Work uit 1901, die al een simpel zend- en ontvangsysteem voor radiogolven beschreef. In 1904 waren er twee middelbare scholieren uit Boston die de kranten haalden doordat ze een zender en een ontvanger wisten te bouwen waarmee ze een afstand van 12 kilometer wisten te overbruggen. De eerste commercieel gemaakte amateurzendontvanger voor telegrafie die kwam beschikbaar in het jaar 1905. Ja, meer in deel 2 van deze serie over de historie van de zendamateur. Ja, en deel 2 van de historie over onze hobby begint waar deel 1 eindigde. De eerste commercieel verkrijgbare amateur-zender-ontvanger combinatie. Er is niet veel meer over bekend dan dat het een losse zender en ontvanger voor telegrafie was. En dat hij te koop was in de VS in 1906. Doelgroep waren amateurs en experimenteerders. De eerste radioamateurclub ontstond in 1908 aan de Universiteit van Columbia, waar studenten de Wireless Telegraph Club of Columbia University vormden. De eerste amateurvereniging bestaat nog steeds en heet tegenwoordig de Columbia University Amateur Radio Club. De eerste landelijke amateurvereniging ontstond in 1910 in Australië, de Wireless Institute of Australia, of WIA. Ook die bestaat nog steeds. Regelmatig zijn in de Daily Minutes delen van de uitzending van de verenigingszender van die WIA te horen. Vanaf 1910 ontstond er een ware wildgroei aan amateurinitiatieven en activiteiten, zodanig dat er problemen ontstonden door onbedoelde of bedoelde storingen aan de uitzendingen die door militairen en door bedrijven werden gedaan, veroorzaakt door die amateuractiviteiten. Er werd gesproken van een hoos of een rage. Er was in die tijd overigens nog niets geregeld, net als de eerste auto's vaak ongelukken kregen of veroorzaakten door het compleet ontbreken van verkeersregels, veroorzaakte het gebrek aan regels in de ether ook daar bedrijfsongevallen. Een andere belangrijke oorzaak van de storingen door amateurs was dat er door amateurs op grote schaal nog vonkzenders werden gebruikt, waarvoor de term breedbandig een geweldig eufemisme is. Het zinken van de Titanic had vervolgens grote gevolgen, los van de tragedie die deze ramp natuurlijk ook was. Het zinken van de Titanic wordt door velen gezien als de directe aanleiding voor het ontstaan van amateurvergunningen. In datzelfde jaar dat de Titanic zonk, in 1912, nam het congres in de Verenigde Staten na die ramp een wet aan, de Radio Act of 1912, die aan amateurs verbood om op golflengtes langer dan 200 meter uit te zenden. 200 meter is gelijk aan 1500 kHz, tegenwoordig bovenaan de huidige middengolf. De reden hiervan was dat alle frequenties boven 1500 kHz in 1912 als waardeloos of op zijn minst commercieel waardeloos werden beschouwd. Het gevolg van de invoering van deze nieuwe wet was dat meteen daarna het aantal amateurs die met zenders experimenteerden in de VS met 88% daalde. De meeste andere landen volgden de VS met deze regel en in 1930 werd de International Convention for the Safety of Life at Sea gehouden, de internationale conferentie voor de veiligheid van het leven op zee. Hier werd onder andere besloten tot een internationaal verdrag waarin het verplicht werd dat de radioapparatuur aan boord van schepen 24 uur zou worden bemand. Adequate hulp bij de Titanic bleef onder andere uit doordat een schip dat niet ver uit de buurt van de Titanic lag, de noodsignalen niet opvolgde omdat de marconist aan boord van het schip was gaan slapen. Overigens was voor 1912 de telegrafieapparatuur aan boord van sommige schepen daar alleen uit commerciële motieven. Die apparatuur stond ook alleen aan boord van sommige schepen. En in het geval van een schip als de Titanic was dat voor gebruik van de rijke passagiers aan boord. Het verhaal gaat dat toen het schip al zonk, sommige passagiers nog eisten dat hun berichten voorgingen op de noodsignalen van het schip. Ik realiseer me trouwens dat ik zo pas in het verhaal ergens 1930 zei. Dat moet 1913 zijn. We komen nu aan bij deel 3 van de serie over de historie van onze zendamateurhobby. We waren gebleven bij de International Convention for the Safety of Life at Sea die in 1913 werd gehouden naar aanleiding van de ramp met de Titanic. En verder het Amerikaanse besluit uit 1912, later door veel andere landen gevolgd, dat de amateurs alle golflengtes korter dan 200 meter mochten gebruiken, dat is 1500 kHz, omdat die toch onbruikbaar werden geacht. Rond 1915 brak de Eerste Wereldoorlog uit en gaandeweg kwam in de hele wereld de zendhobby tot stilstand. In de VS werd rond 1917 door het Amerikaanse congres bevolen dat alle zendamateurs, die dus nog steeds mochten zenden zonder vergunning, hun activiteiten moesten stoppen en hun zendinstallaties moesten ontmantelen. Het duurde na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918, in sommige landen de Great War genoemd, nog lange tijd voordat de amateurs weer mochten beginnen. In de VS was het op 1 oktober 1919 zover.
In de periode daarna maakte de zendamateurhobby een grote bloei door. In Nederland waren er in die periode tussen de beide oorlogen zelfs zendamateurs die mobiel waren met amateurtelevisie. Dat gebeurde overigens op bijzonder lage frequenties met een mechanisch systeem en een zogenaamde Nipkow-schijf. De BBC zond in die jaren met hetzelfde systeem televisie uit op de middengolf, met op de ene AM-zender het beeld, dat van een nogal lage resolutie was, en op de andere AM-zender het geluid. Niet alleen zendamateurs sloegen aan het zelfbouwen, maar ook de gewone man die geen kant-en-klare radio's kon betalen maakte zijn radio vaak zelf in die tijd. In Nederland stamt de naam van de VARA uit die periode, de Vereniging van Arbeiders Radioamateurs. VARA-leden konden vanaf de jaren 20 gratis of tegen gereduceerde prijs bouwpakketten voor radio's kopen die de leden zelf met een soldeerbout in elkaar moesten zetten. Een van die toestellen had de naam VARA Dine. Dus met een Y, hè? VARA, D-Y-N-E, naar het woord heterodyne. Het begin van de jaren 20 stond enerzijds in het teken van de uitvinding van het omroepstation, waarbij zowat ieder westers land in de veronderstelling is dat een van haar bekend geworden inwoners de omroep zou hebben uitgevonden. Anderzijds waren er de pogingen in die jaren van zowel Amerikaanse als Engelse amateurs om met een amateurzender de grote oceaan te kunnen overbruggen. Het lukte Amerikaanse amateurs het eerst om in Engeland gehoord te worden. In december 1923 werden de eerste Engelse amateurs ook in de VS waargenomen. Het eerste transatlantische tweeweggesprek tussen twee zendamateurs vond plaats op 27 november 1923 tussen de Amerikaanse amateur Fred Schell en de Franse amateur Léon Deloy. Een maand later vond ook het eerste contact tussen Engeland en de VS plaats. In de maanden daarop lukte het 17 Amerikanen en 13 Europeanen om soortgelijke verbindingen te maken. Het jaar daarna werd gemarkeerd door de eerste verbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika, tussen Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland, tussen Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland en vervolgens ook tussen Londen en Nieuw-Zeeland. Dat alles was rond 1925. Ja, en dan volgt nu deel 4 van de historie van onze zendhobby. We waren gebleven bij de QSO's over de verschillende oceanen en de pogingen daartoe in de eerste helft van de jaren 20. Het was een tijd dat er nog geen amateurmachtigingen waren. Je mocht gewoon zenden, voor 1912 zelfs op alle banden en vanaf 1912 op alle frequenties boven de 1500 kHz. Ook mocht je zelf je roepnaam verzinnen. Er waren wel wat conventies. Nederlandse amateurs gebruikten bijvoorbeeld de P aan het begin van hun roepnaam ook toen al. De internationale QSO's trokken de aandacht van de overheden en zorgden er uiteindelijk ook voor dat de International Radio Conference plaatsvond in Washington in het jaar 1927 en 1928. Die conferentie legde niet alleen de grondslag voor onze huidige prefixen en de rest van de amateurroepnamen, hoe die eruit zien. Ook werden de eerste amateurbanden vastgesteld. Dat was 80-75 meter, 40 meter, 20 meter en 10-11 meter. Dat was toen één amateurband. Veel mensen denken overigens dat SSB, dat vooral in de jaren 60 bij de amateurs ingeburgerd raakte, een uitvinding van na de oorlog is, maar dat is niet zo. Al in 1933 begon Robert Moore, Whiskey 6 Delta Echo India, met enkel zijband te experimenteren in de 75 meter band. Tegen 1934 waren al diverse amateurs in de VS QFV met deze mode. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.